Het is zo goed als 10 over 8, dus tijd voor... Kink. Kink op de week. Op 29 mei 1955 stond de allereerste file in Nederland. Op knooppunt Oude Rijn bij Utrecht. Nou, dat wilde iedereen meemaken. En het werd er zo druk dat ze er 2 jaar later verkeerslichten moesten neerzetten. Dat hielp maar een tijdje. En dus werd het knooppunt 10 jaar later omgebouwd tot een klaverblad knooppunt. Dat woord was toen, in 1967, al 49 punten bij Scrabble. Gecorrigeerd voor inflatie zou dat nu ruim 125 punten zijn. Eind jaren 90 werd het uitgebreid tot een klaverturbine. En nu staan er weer elke dag files, tot ze een nieuwe naam hebben bedacht voor een volgende uitbreiding. Waarschijnlijk wordt het een mega klaverturbine 3000. Er staan in heel Nederland meer files dan ooit. En nog wel het meeste in Brabant. Want als ik aan files denk, drink ik aan Brabant... Want daar brandt nog achterlicht. En de baas van werkgeversorganisatie VNO-NCW, afdeling Brabant en Zeeland... die stond direct klaar om te roepen dat er meer asfalt moest komen. VNO-NCW, die willen altijd meer van alles. Zolang het me niet gaat om milieu, minimumloon of rechten voor werknemers. Maar meer asfalt aanleggen tegen files is kansloos. Onderzoek laat elke keer zien dat het positieve effect maar tijdelijk is. Het is als een biertje opentrekken omdat je een kater hebt. Het lijkt wel te helpen, maar het probleem blijft en het groeit. En als je in de file een biertje opentrekt tegen je kater... dan is die file niet je grootste probleem. Tijdens corona hadden we geen files, want iedereen werkte thuis. En we ontdekten dat je je eerste meeting gewoon vanuit huis kon doen... om pas daarna naar je werk te gaan. Dat was handig om even de kinderen naar school te brengen. Scheelt ook weer een bezoek aan een onderbezette BSO. En ook voor mantelzorgers is thuiswerken ideaal. Kan je tussendoor even een wasje doen voor je hulpbehoevende ouders. En dat is nuttiger en kost minder tijd... dan bij het koffieapparaat luisteren naar de verhalen van Gerry... over zijn nieuwe kooikarpers. Goeie kans ook dat je koffie thuis een stuk beter is... dan de cafeïnefantasie op je werk. Kijk, niemand houdt van Zoom en Teams, maar het scheelde wel een hoop tijd. En daarom was er een voorstel voor een thuiswerkwet. Volgens die wet konden werkgevers het niet zomaar tegenhouden... als jij graag thuis wilde werken... Dat is handig voor al die directiedictatortjes die niet kunnen geloven dat je in je eigen omgeving met kink aan harder werkt dan in een kantoortuin met Sky over de speakers. Die wet werd in de Tweede Kamer aangenomen met 125 van de 150 stemmen. Nou, hatzee, zou je denken. Kom maar door met het recht voor medewerkers om thuis te werken en zo de wegen, de zorg en de kinderopvang te ontlasten. Niet dus. In de Eerste Kamer, dat is een soort Tweede Kamer voor overbetaalde boomers... werd de wet weggestemd door SGP, JA21, FVD, PVV, VVD, BBB en 50+. Ik zeg niet dat het allemaal rechtse partijen zijn, maar het zijn wel allemaal rechtse partijen. En van BBB snap ik het al helemaal niet. Boeren werken traditioneel allemaal vanuit huis. Misschien was Caroline bang dat boeren opeens bij andere mensen thuis via Teams moesten gaan melken. Hé, kan je mijn zeuten aanzetten? Ik hoor je wel, maar ik voel geen uiers. Ook werd deze week bekend dat er in Zeeland geen enkel bedrijf vanaf 2025 nog busvervoer wil organiseren. En de NS blijft ondertussen maar proberen om kaartjes duurder te maken. Ja, dan zet je de autodeur wel echt wagenwijd open. We hebben nu bijna 70 jaar geprobeerd om files op te lossen met meer asfalt. En al net zo lang lukt het niet. De definitie van waanzin is telkens hetzelfde proberen en hopen op een andere uitkomst. Laten we het daarom nu eens proberen met goedkoop en goed openbaar vervoer... voor wie niet thuis kan werken... en meer rechten voor wie dat wel kan en wil. Kink. Kink op de week. Dankjewel, Wouter. Alsjeblieft. Vanuit huis.